dit is een waterrijk Wijarde, maar niet iedereen in Wijarde woont aan het water, dus ook niet iedereen heeft een aanlegvoorziening voor zijn boot, zijn of haar boot. En zodoende zijn we uitgenodigd bij de wethouder Hein de Haan, hebben gesprek gevoerd en die heeft toen toegezegd van nou, dat gaan we realiseren. Nou, verschillende gesprekken gevoerd ook met projectleider Bernard Bijma en zijn opvolger Wolter Boerema. En met name met Wolter Boerema hebben we zeer positieve, constructieve gesprekken gevoerd. En dat heeft uiteindelijk nu geleid tot het moment dat aannemer Jansma begon met de aanleg van twee mooie kunststof aanlegstijgers. Die wens was er nog niet, alleen het is eigenlijk bij mij begonnen en toen ben ik ook letterlijk bij de deuren langs gegaan. En we hebben het ook op de Facebookpagina van Wijarde gezet, wonen in Wijarde. En daar kwam nogal veel respons op. Dat binnen de kortste keren hadden we wel meer dan 20 gegaan. Bij de gemeente zijn inmiddels ook een paar binnengekomen. Nou, die gaan ze straks in, want ik heb mijn aanmeldingsformulier opgesteld. En iedereen die heeft zijn aanmeldingsformulier ingediend, ondertekend enzovoort. Dus ik hou die administratie bij. En die enkele die bij de gemeente zich hebben aangemeld, die komen ook bij mij terecht. Nou, Jan heeft echt het initiatief genomen om echt vanuit zijn rol als persoon, maar ook als rol als werkgroeplid, heeft hij echt gewoon bij de buurt informatie opgehaald om echt te kijken van nou, hè, wat zijn de wensen? En ik heb eigenlijk als wijkpanellid heb daar een beetje zijdelings aangehangen en ben langzaam de kant op gaan groeien met Jan, zodat we samen op konden trekken, ook in het overleg naar Wolter Boerema. De samenwerking met de gemeente was in het begin vrij stroef. Dit komt natuurlijk ook omdat je met verschillende afdelingen en verschillende personen te maken hebt gehad. Vanaf het gesprek met Hein de Haan tot nu hebben we diverse projectmedewerkers of projectleiders gehad. En zeker met de laatste, Wolter Boerema, merkten we al heel snel dat we snel en adequaat konden schakelen. En dat we ook daarin heel goed in gesprek konden gaan. Ook daarin hadden we natuurlijk wel als initiatiefnemers, als werkgroep en wijkpanellid, nog wel eens dat we tegen dingen aanliepen. Maar dat werd altijd wel goed opgepakt. En er werd wel geluisterd. En nogmaals, we hebben een resultaat eindelijk. Misschien had die stijger er eerder kunnen staan, maar doordat het zo vertraagd is geraakt, hebben we nu wel een aanlegvoorziening naar wens. En ik denk dat dat een heel mooi resultaat is.